En met een staande ovatie heeft het publiek donderdagavond in de congreshal er blijk van gegeven genoten te hebben van de première van het theaterstuk De Overdracht. Met haar droge humor en charmes heeft Jetty Mathurin opnieuw de harten van het Surinaamse publiek weten te stelen. Met dit theaterstuk neemt Mathurin ook afscheid van solotheater. Een stuk heeft zij samengedaan met Jasmine Sendar, Yeritza Tony, Stacey Isaias en Farida van der Stoom. In het theaterstuk beschrijft Mathurin hoe zij haar carrière is begonnen in Brabant. De rode lijn blijft Overdracht. De dames gaan er elk op hun eigen aparte stijl mee om. Wij voeren nu terug naar een fragment van dit theaterstuk. Hé, hey, luister dan. Waar hoor? Ja, Isabi, je bent zo grijs als ik. Luister dan. Dan zoek je naar je bril. Dan heb je hem op je neus. Of dan gebeurt het me dat ik de trap oploop. De helft van de trap denk ik, maar wacht even. Ging ik naar boven? Of ging ik naar beneden? Wie is Facebook vriend van me? Facebook vrienden? Bijna. Ik heb twee prachtige kleindochters. En ik begin dus bij hun. Dan gaat mijn energie daar naartoe als ik binnenkom. Dan praten ze met elkaar. Volgens mij zeggen ze tegen me van luister tegen elkaar. Luister, als ze binnenkomt, dan doe ik mijn armpjes omhoog. De 15e wordt ze 2 jaar oud hoor. Dan doe ik mijn armpjes omhoog en dan tilt ze me op en dan voel ik in de BH of de iPhone daar is. En als de iPhone niet daar is, dan wenk ik jou en dan ren je naar de tas en dan pak je eruit. Wel, als je weet hoeveel keer ze me iPhone hebben geblokkeerd, want ze worden met die swipe vingertjes geboren tegenwoordig. Voordat Mathurin optrad, mocht het publiek eerst genieten van een collectief optreden van Jasmine Sendar, Yeritza Tony, Stacey Isaias en Farida van den Stoom. Ze weet dat ik niet in goede tijden, slechte tijden zat. Er was waarschijnlijk iemand die op je lijkt. Niemand lijkt op mij. Yeritza, ja. Hoe komt het eigenlijk dat jij gevraagd bent voor deze rol? Vanwege mijn kwaliteiten. Je kwaliteiten? Ja. Welke dan? Deze. Oh. Ik weet al waar ik jou van ken. Dat is volgens mij van een reclame. Ja, klopt. Volgens mij, ja. Ja, van Lactacid, vaginale schimmelcreme. Oh. Ik heb de minste schimmel. Ik neuk. Ja, het kan wel kloppen. Ik heb heel veel dingen gedaan. Ik heb tv-series. Ken je het misschien? Ja, ik heb ook. Ik ben een keer. Ga je nou serieus je hele cv opnemen? Ja, doe maar, je bent zo klaar. Ja, het is toch langer dan jouw cv. Oh ja, oké, maar hey, dames. Ja, ik weet niet of jij het hele cv gezellig houdt. Nee, je gaat het niet doen. Oké, maar ik ga het niet doen. Enkele fragmenten uit het theaterstuk De Overdracht onder leiding van Jetty Mathurin. Het stuk trok vorig jaar veel publiek in Nederland. In Suriname wordt het geproduceerd door Anne Hermelijn van ACO Multiservices en Jure de Jong. De Nederlandse ambassade heeft ook een bijdrage geleverd om het theaterstuk naar Suriname te halen.